Goedemiddag, welkom terug allemaal bij de eerste persconferentie van het nieuwe seizoen. We doen er meteen twee voor de prijs van één vandaag, want straks om 4 uur gaan we kennismaken met de nieuwe clubeigenaar Sambaro. Ook live te volgen via ons Facebook-kanaal. Maar nu gaan we eerst met onze coach vooruitblikken op de eerste wedstrijd van het seizoen. Morgen Europees tegen Žilina. Aan jullie de vragen. Goedemiddag, Hein. Misschien eerst een woordje inderdaad over de wedstrijd van morgen. Heb je het gevoel dat je ploeg al klaar is voor het echte werk? Want uiteindelijk is die voorbereiding opnieuw best kort geweest. Niet opnieuw. Nu wel. Niet opnieuw, omdat wij voor de eerste keer een voorbereiding van 4 weken en een half gehad hebben. Meestal zijn dat er 6. Deze keer was dat niet mogelijk, dus hebben we dat een beetje beperkt. En, het gevoel is dat we er al klaar voor zijn. Nog niet iedereen, zou ik zeggen. De groep is klein. Niet iedereen van die groep is ook al klaar. Het zijn jongens die later begonnen zijn. Het zijn jongens die ook al wat trainingsdagen gemist hebben. De een al wat meer dan de andere. Maar uiteindelijk is iedereen fit op de Poitrena. Dus dat is al een meevaller, zou ik zeggen. Want in het andere geval konden we al serieus in de problemen geweest zijn. En Kandus, want die trainde denk ik vandaag apart. Ja, vandaag niet meegetraind. Heeft nog een redelijke achterstand. Hè. Is een heel stuk later begonnen dan de rest. Union, ook later aangesloten bij Union. Is eigenlijk nog maar 2 weken aan het trainen. En de rest staat 2-3 weken verder dan hem. Dus hij zal morgen op de bank zitten. Het is afwachten hoe fit hij is om als het nodig is in te vallen. Als dat voor een kortere periode is, moet dat misschien wel lukken. Maar hij is nog niet helemaal niet waar hij zou moeten zijn. Dus dat zal nog een beetje geduld vragen. Hoe kijk jij naar de verschuivingen die er tot dusver al geweest zijn in jouw ploeg? Nieuwe spelers die vertrokken zijn, onder meer Okumu? -9 + 4. Dat is -5, hè. Dat hoeven we niet lang naar school geweest zijn, hè. Geen goeiemiddag. Dus dat is de situatie momenteel. Dus dat betekent dat we nog heel veel werk hebben. Geen goeiemiddag. Het is morgen Europa in, op 2 wedstrijden. Het is van moeten. Goh ja, het is altijd van moeten in Europa. Hè. Zeker zolang dat je niet in de poelenfase zit, is het van moeten. Maar je weet dan in ofwel de kwalificatierondes ofwel de knockouts na nieuwjaar. Ja, het is erin of eruit. Hè. We hebben geen vangnet. Dus voor ons is er niets zoals wij vorig jaar de situatie hadden door het winnen van de beker. Slecht gestart tegen Omonia, verloren. Maar het vangnet van de Conference League, dat is er nu niet. Nu is het zoals 2 jaar terug. We moeten 3 tegenstanders uitschakelen. We moeten 3 rondes overleven om in die poelenfase te geraken. En dat is een doel. Hè. Dat hebben we absoluut ook gesteld als doel. We moeten er alles aan doen om door te gaan. Hoe verwacht jij de tegenstander morgen? De jongste ploeg van Europa. Is dat zo? Ja. Het is de jongste ploeg van Europa. Ze hebben een... ik heb hem niet berekend, maar ik denk dat de gemiddelde leeftijd... net boven de 21 jaar zal zijn. Dus een superjonge ploeg. Tactisch vrij goed, moet ik zeggen. Redelijk gedisciplineerd in een manier van voetballen. Met heel veel drive. Met een kunstgrasveld, ginder, dat niet evident is natuurlijk voor ploegen die daar niet gewoon zijn. De jongere gasten die zijn daarop op geboren, zou ik zeggen. Hè. Onze jonge gasten ook. Hè. Die trainen iedere dag op kunstgras. Maar die titularissen van bij ons, die zijn daar niet gewoon. Dus dat is altijd een nadeel. Maar morgen is het geen kunstgras. Het is een hybride veld. Ik hoop dat er goed bij ligt. En dan moeten we proberen morgen een goede uitgangspositie af te dwingen. Goedemiddag, Hein. Tom zei het al, de overname van Gent is intussen officieel. Heb je al met Sambaro gesproken? Ik heb hem al ontmoet, ja. En? Welke indruk maakte hij? Het is een jong iemand. Hij is een stuk jonger dan ik. Het is een jonge ondernemer die al het een en het ander heeft gerealiseerd in zijn leven. Die ook met een gezonde drive dit project
is opgestart. En ja, moest ik nu nog columnist zijn, dan zou ik daar een heel leuke column kunnen over schrijven. Maar ik ben een trainer, dus voor mij was het vooral belangrijk dat het gebeurde. Want alles stond een beetje stil bij ons. En had het nog 2 maanden aangeslepen, dan waren we echt wel in de problemen gekomen. Nu hoop ik dat er terug een beetje schot in de zaak komt bij ons, sportief. En dat we op die manier onze groep verder kunnen uitbouwen. En dan moeten we afwachten wat de toekomst zal brengen. Hè. Ik heb er momenteel een heel positief gevoel bij. Maar de toekomst zal dat moeten uitwijzen of dat ook zo blijft of niet. Hè. Dat zullen we zien. Ja, hij pompt extra geld in de club. Heb jij dan meegekregen dat er op de transfermarkt meer mogelijk is nu? Ik heb vooral meegekregen de laatste jaren dat er niet veel mogelijk was. Dus daarom ben ik blij dat er nu misschien wel meer zaken te doen zijn. We hebben natuurlijk ook weer een speler verkocht voor quite some money. Dus dat helpt ook al. Dat hebben we in het verleden ook wel gezien. Het eerste jaar Jaremtje ook voor redelijk wat geld verkocht. Met Dorsch erbovenop zaten we ook aan 26 miljoen verkoop, denk ik, dat jaar. Dan vorig jaar zijn er gedurende het jaar een aantal jongens verkocht. Toch met Salah 6,5. Hanke Olsen ook, voor Ngadu ook nog iets, voor Okumu, voor Owusu ook nog iets. Dus niet zoveel als het jaar ervoor. En nu voorlopig is Okumu de man die veel centen heeft opgebracht. Zal er daar nog iets bij komen, dat weet ik niet. Maar voor ons is vooral belangrijk om voldoende spelers te hebben. En dat we daar toch iets kunnen voor betalen als het nodig is. We hebben dat geprobeerd, we hebben dat ook in de voorbije jaren wel gekund. Maar binnen de perken uiteraard. Hè. En dat zal denk ik ook wel zo blijven. Hè. We gaan niet plotseling zotte dingen gaan doen en enorme bedragen gaan neerleggen. Dat verwacht ik nu ook niet. Rond Orban lijkt er ook het een en het ander te bewegen. Heb je het gevoel dat hij met zijn hoofd nog bij Gent zit voorlopig? Ja, omdat er eigenlijk geen enkel signaal is naar ons toe die de voorpagina van het sportnieuws zou moeten halen. Blijkbaar stond dat bij alle twee op de voorpagina, dus niet bij jullie, ik weet het niet. Bij één van de twee. Bij één van de twee, ja. Dus ja, voor momenteel hebben wij nog niet de geruchten opgevangen van Dienaert dat die al de voorpagina verdienen van een sportkrant. Goedemiddag, Hein. Je had het er net over dat je groep, numeriek -5, is het dan nog wel realistisch eigenlijk om die voorrondes allemaal aan te gaan en daar dan ook telkens competitief te blijven, ook in de competitie? Want zolang bij een opeenvolging van wedstrijden, ja, ik weet het. Maar zolang dat wij volledig zijn, als wij geen gekwetsten hebben, is dat realistisch. Oké, wij weten allemaal dat het inherent is aan het voetbalspel en aan de opeenvolging van matchen, de drukke opeenvolging, dat er wellicht uitvallers gaan zijn. Maar ik hoop dat we binnen hier en een week, 2 weken, dat er toch alweer wat, dat cijfer al quasi recht getrokken wordt. En dan is het nog maar het aantal van vorig jaar. Hè. We weten allemaal wat er vorig jaar fout is gelopen. Maar misschien hebben we iets meer belastbaarheid dan in die, al zijn dat dan dezelfde cijfers, als die groep wat belastbaarder is, dan maken we ook al winst ten opzichte van vorig seizoen. Dus ik panikeer momenteel nog niet, absoluut niet. We zijn ermee bezig. Het is te hopen dat we die eerste matchen goed doorkomen, zonder te veel geblesseerden. En dan is het uitkijken naar de komende weken, zou ik zeggen. Want ook in de competitie, ja, de voorbije jaren hadden jullie toch redelijk moeilijk om uit die startblokken te komen. Ik kan me voorstellen dat je dit jaar wel heel graag eens zonder al te veel kleerscheuren september zou halen. Uiteraard. En zeker als je weet dat je al die kwalificatiematchen moet spelen. Ja, dan weet je dat iedere keer gevolgen heeft voor de zondagmatch. Hè. Als je donderdag do or die, soms misschien 120 minuten moet spelen, ja, dan weet je dat je dat de zondag wel meepakt. En als je groep klein is, ja, dan weet je dat het ook vaak met dezelfde jongens gaat zijn dat we het moeten doen. Dus, is het dan bijvoorbeeld een voordeel liever dat die wedstrijd tegen Antwerpen al zeker? Ja, sowieso. Hè, vorig jaar hadden we dat ook met Anderlecht. Is die dan ook, en dat is toch iets dat meegenomen is. Dat hebben we ook gezien. Dat helpt wel, moet ik zeggen. Dus laten we hopen dat we daar nu geraken ook. Want dat is nog geen zekerheid. Hè. We moeten nog eerst 2 rondes doorgaan. Dus,
voor mij nog één vraagje. Is een kopbalsterke spits voor jullie nu de hoogste prioriteit op dit moment? Nee, we hebben andere posities die denk ik nog belangrijker zijn. Die kopbalsterke spits, dat is iets dat we inderdaad kwijt zijn. En waar we gaan wel nog naar uitkijken. Maar voorlopig hebben we in de aanval met Gift, met Kuipers en met Tissou Dali toch drie serieuze kanonnen van spitsen lopen, zou ik zeggen. Die alle drie normaal in het verleden en in het nabije verleden heel vlot hebben gescoord. Dus ja, dan is daar ook niet onmiddellijk de grootste nood, zou ik zeggen, om daar nog iemand bij te halen. Als wij op iemand botsen die interessant is, ja, misschien kunnen we dat doen. Maar ik denk dat we op andere posities veel dunner zitten, hè? Veel scherper staan ook. En dat daar wel wat extra concurrentie absoluut en wat extra kwaliteit misschien absoluut welkom is. Hein, is Kamil Piatkowski nog altijd een optie voor jullie? Of, want er was sprake dat dat Salzburg te veel zou vragen. Ik ga niet, ik kan mij niet uitspreken over zaken die nog niet afgehandeld zijn. Hè. Dus wij volgen alle pistes die we hebben. En we kijken wat voor ons haalbaar is, wat voor ons een optie is, interessant is. Dus we zullen zien als het zover komt, dan kan ik daar wel iets meer over zeggen. Komen er nog veranderingen in de technische staf, in uw staf dan? Wij zijn twee mensen kwijt. Een videoanalist die een andere weg is ingeslagen. En Nicola Lombards, ja, die eigenlijk ook een andere weg is ingeslagen. Die beslist heeft om als assistent eventjes alles on hold te zetten. Nicola zal niet vervangen worden. Daar hebben we een regeling getroffen dat Peter Ballet terug iets meer ook op het veld aanwezig zal zijn. Nu dat hij al vrij goed ingewerkt is in zijn rol als teammanager, loopt alles ook een stuk vlotter op dat vlak. Dus blijft er hem ook wel wat extra tijd over om wat meer op het veld te zijn. Een videoanalist, daar zijn we wel nog altijd naar op zoek. Dat moet er absoluut nog bij komen, want dat kunnen we moeilijk opvangen met de mensen die we hebben momenteel. Verwacht jij volk morgen, toeschouwers? Ik hoop het, hè. Het zal anders stil zijn in het stadion. Oké, laat ons daar inderdaad op hopen. Als er geen vragen meer zijn, dan stel ik voor dat we even pauze nemen en we zien elkaar terug om 16:00. Dank je wel voor nu. Succes.